Oké, jongens, wat zijn we aan het doen? Waarom zijn we verstopt? Oh ja, ze kan ons niet zien, hè? Of wel? Volgens mij heeft het wel door, hoor. Oh, kijk eens. 2 voetjes. Laat ik maar kietelen. Ah, nee mevrouw. Waarom ons verstoppen? Kunt u het alsjeblieft niet zeggen als Anna hier is? Dan kunnen we ons lekker verstoppen voor haar. Hallo mevrouw, ben ik als eerst? Oh ja, je bent zeker als eerst. Ga maar in de ballenbak. Oh wauw, ik zit lekker in de ballenbak in mijn eentje. Voor het eerst. Ik heb het helemaal voor mezelf. Boe, boe. Oh wauw, jongens, ik snap jullie hier ook waren. Ah, waarom schrik je nou niet? Oh, sorry, ik schrik niet zo heel snel. Niet heel veel dingen maken me bang. Oh, jongens, zodra iedereen hier is, heb ik een aanmelding. Een melding? Wat is er nou aan de hand? Oké, jongens, ik heb goed nieuws. Vandaag gaan we op een uitje. We gaan naar de markt en we gaan daar allemaal groenten kopen, zodat we een lekkere salade kunnen maken op school. Oh, wauw, een lekkere salade. Super cool. En we gaan eens een keertje naar buiten. Ja, precies. Dus we gaan allemaal zo naar de markt. En ik hoop dat we heel veel plezier hebben. Oh, wauw. Ik kan niet geloven dat we voor het eerst een uitje hebben. Dat is zo leuk. Ja, precies. Nou ja, ik wou wel dat we ergens duurders heen gingen, maar dit is ook wel oké. Ja, jongens. Het gaat echt heel leuk worden. En we gaan lekker samen koken. Oké, jongens. Is iedereen er? Oké. Waarom zit zij nou in de rolstoel en ik niet? Ik wil ook in een stoeltje zitten. Oh, maar zij kan niet lopen en jullie wel. Dat is toch fijn? En het is niet zo heel ver. Maak je maar geen zorgen. Oh man, ik kan ook onze chauffeur bellen zodat hij ons kan brengen. Een chauffeur? Dat is toch veel te overdreven? Ik bedoel, we kunnen gewoon heen lopen. Oh, hallo, dit is zeker de klas. Ja, dit is de klas. Inderdaad, klopt. We zijn hier allemaal vandaag om te leren over groenten. Oh ja, ja. En nu komen we ook nog wat groenten kopen, hè? Hallo iedereen, hier zijn een paar appels. Als jullie willen, kunnen jullie gewoon een appeltje eten. Oh, je mag geen appel, weet je nog? Je bent allergisch voor. Ja, natuurlijk weet ik dat. Natuurlijk ga ik gewoon geen appel eten. Ik ben toch niet dom? Oh, wauw. Jongens, nou, zullen we wat spelletjes spelen? Ja, precies. Yo, iedereen heeft lekker eten. Oké. Oké, ik zal jullie wel vragen wat voor fruit het allemaal is, om jullie kennis te testen. Oké, wat voor groente is dit? Volgens mij is dat een radijsje of zo. Oh, klopt. En wat is dit? Dat is natuurlijk gewoon een tros bananen. Heel goed. En dan hebben we als laatste fruit nog deze. Super zwaar. Ik pak het er maar even bij. Oh, wauw. Deze appels zijn echt super lekker. Wat is dit, jongens? Dat is natuurlijk een pompoen, mevrouw. Ja, heel goed. Een pompoen, inderdaad. Oh man, ik haat pompoenen. Ik ga snel weg. Ik ben er zo bang voor. Oh man. Ik wil die pompoen echt niet zien. Ik vind dat zo eng. Huh? Heeft iemand nou Emma gezien? Ze is ineens weg. Oh ja, inderdaad. Waar is Emma nou? Oh man, is Emma nou ineens weggegaan? Waar is ze heen? Emma. Oh, ik heb haar al gevonden hoor. Ze zit gewoon hier. Oh, wat ben jij nou hier aan het doen? Oh, ik ben gewoon bang voor pompoenen, dat is het. Bang voor pompoenen? Ben je bang voor pompoenen? Maar waarom? Oh, Emma, zit je hier? Was je bang? Het is niet erg hoor. Het is oké als je bang bent voor pompoenen. Dat is niet zo heel erg, toch? Bang voor pompoenen? Ik heb nog nooit zoiets raars gehoord. In mijn hele carrière als groenteboer, ik heb nog nooit zoiets gezien. Oh, Emma, het is oké. Je hoeft geen zorgen te maken als je bang bent voor pompoenen. Wauw, bang voor pompoenen? Ik heb nog nooit zoiets raars gehoord. Dat is echt de eerste keer. Wauw, het kan niet gekker worden. Oh man, we hebben alle groenten en we kunnen nu gaan als het goed is. Ja, precies. Ik vind het zo raar dat de vrouw me uitlacht om de pompoenen. Nou, ga maar iedereen. En alle angsthaasjes ook, die bang zijn voor pompoenen. Oh, wauw, oké. Nou, ja, we gaan. Ik vind het zo gemeen dat ze me uitlachten vanwege de pompoenen. Waarom is dat nou grappig? Oh, het is helemaal niet erg hoor, Emma. Ik ben bang bijvoorbeeld om mijn geld te verliezen. Dat is toch ook daar angst, maar het is wel een angst die ik heb. Ja, en ik ben bang voor grote honden. Oh, wauw. Bang voor pompoenen. Dat is echt het grappigste wat ik vandaag heb gehoord. Nog nooit iemand gezien die bang is voor pompoenen. Oké, jongens, we hebben alle groenten hier en dan kunnen we zo beginnen met het maken. Oh, nou, ik ben nog steeds zo boos om die vrouw die lachte omdat ik bang was om pompoenen. Oké, laat ik alle tomaatjes maar even wassen. Oké jongens, en dan kunnen we zo alles aansnijden en dan kunnen we het zo eten. Hé Emma, ik hoorde dat je vandaag op een uitje was. Ik kom hier je ophalen. Oh, hi mam. Een vrouw lachte me uit omdat ik bang was voor pompoenen. Dat is toch gemeen? Oh Emma, ik denk dat je er te veel zorgen over moet maken. Ze had het waarschijnlijk niet zo slecht bedoeld. Hé Emma, ik hoorde dat je op een uitje ging. En hoe was het? Het was heel leuk, maar er was een stomme vrouw die me uitlachte omdat ik bang was voor pompoenen. Uitlachte voor pompoenen? Waarom? Oh, je bent natuurlijk bang voor ze, toch? Ja, precies. Dat is super gemeen, toch, dat ze me uitlachten? Nou ja, laat ik er even goed over nadenken. Wat zal ik doen? Zal ik er terugpakken? Ik heb een goed idee. Oh, Julian, ik wil dat je me helpt. Wauw, Emma, laat me niet zo schrikken. Wat is er? Ja, Julian, ik wil dat je me helpt. Ik heb namelijk iemand nodig die me helpt met een prank. Ik wil namelijk die vrouw pranken. Oké. Is goed. Wat wil je dan doen precies? Nou, ik word er gewoon pranken. En ik heb jouw hulp nodig en die van Hannah en die van Frankie. Oh, Frankie. Misschien van Hannah zijn nummer. Oké, laat het aan Hannah vragen. Is goed? Hannah, ik heb een vraag. Heb je misschien de nummer van Frankie? Frankie, ja. Wil je dat ik hem bel? Ja, ze wil die vrouw terugpakken. En ze wil iets engs. Ze heeft iets engs nodig. Ja, precies. Kan je hem alsjeblieft bellen en dit vertellen? Oké, is goed. Dat zal ik doen. Ja, Frankie, zou je misschien kunnen helpen? Emma heeft je hulp nodig. Ze heeft je nodig om iemand te laten schrikken. Ja, kan je dit allemaal doen? Oké, jongens, ik ga dan gelijk Frankie halen, oké? Ja, is goed. Doe dat maar. Dan kunnen we die vrouw lekker laten schrikken. Ja, precies. Oké, dan gaan we alvast. Wat moeten we allemaal doen? Hebben jullie alles wat jullie nodig hebben? Ja, inderdaad, dat hebben we. Oké, ik ga dan gelijk naar die vrouw toe en dan laten we er gelijk schrikken. Hallo, mevrouw, ik heb uw hulp nodig. Oh, wat doe jij hier nou, Emma? Was jij hier niet al eerder in de weesbeek? Oh, dat was een meisje dat bang was voor pompoenen, of niet? Ja, precies. Maar er zitten vandaag geen pompoenen, hè? Nee, die heb ik allemaal weggehaald. Maak je maar geen zorgen. Wat is er aan de hand? Hallo, kunt u me misschien helpen? Ik heb uw hulp nodig. Kunt u misschien helpen met het vinden van pompoenen hier? Oh, wat? Is dit nou een monster? Wat is er aan de hand? Oh, man, dat is super eng. Super eng. Oh, dankjewel, Frankie. Heel erg bedankt voor je hulp. Ik had nooit verwacht dat je dit voor me zou doen. Ja, geef niet hoor, Emma. Ik zal het zomaar doen voor je. Maak je maar geen zorgen. Ik zal je altijd helpen als je het nodig hebt. En het is ook echt heel gemeen van die vrouw dat ze dat deed. Ja, precies. Dankjewel, Frankie. Ik ben echt heel blij dat je me hielp. Heel erg bedankt voor je hulp.